De spelers en de coaches kennen we. Maar wie zijn al die onbekende gezichten die ook elke week plaatsnemen op de bank? Wij richten onze lens 90 minuten op Jean-Pierre van de Veyre, GP voor de vrienden. Hij is 67 jaar en de materiaalman bij AA Gent. Ik ben al van jongs af aan supporter van Gent. Ik heb onder andere ook de jaren 70 meegemaakt. In derde klasse spelen we dan. Als je supporter bent van de club en je kunt daar te werk gesteld worden, is dat wel ergens een droom die uitkomt. Morgen rond 7 uur ben ik op de club. Na de training moet alles gewassen worden. Ik sta dus met 3 grote wasmachines, 3 grote droogkasten. Ja, en die worden goed gevuld, zodat de spelers komen toe en alles moet klaar liggen. Ik ben ook een beetje de vaderfiguur in alle ogen, denk ik. Het zijn tenslotte allemaal jonge gasten en het zijn mijn kinderen. Hè. De eerste time heb ik niet zoveel werk. En dan in de tweede helft wordt de vervanging gedaan. Al de kledij die afgedaan wordt, dan wordt dat wel op de grond gegooid. En dan begrijp ik dat wel, die jongens moeten vlug klaar zijn. En dan geef ik ze ook nog een aanmoedigend klopje en een goed woordje. En succes jongens, dat kan. Dat is het. Ja, tijdens de wedstrijd ben ik ook wel iemand die nogal heftig meeleeft. Er wordt een keer vloeken als het niet goed gaat. Bij ieder hoes spring ik recht. Dat komt vanuit het binnenste van je lichaam, in deze euforie. Ja. Met ouder te worden is de stress, moet eerlijk zijn, wel verminderd. Maar voor de wedstrijd is ook wel een keer, op zijn haast gezegd, ambetant gelopen. Hè. Ik ben iemand die, ik kan niet zeggen niet graag thuis, maar ik moet altijd iets, een bezigheid hebben. Ik zou zeer graag nog een tijdje verder doen en zeker als mijn gezondheid het toelaat. Ik word natuurlijk ook een jaartje ouder. Zo graag tot mijn 70 jaar. Als ik dan kan, zou ik wel zeer content zijn.